Dat ging heel snel, hebben we later gehoord. Dus hij is binnen een minuut is hij uit zicht verdwenen. En we vermoeden dat dat te maken heeft gehad met de golfslag en de stroming. Ja, tegen 5:30 gisteren is er een melding binnengekomen dat er een zwemmer vermist zou zijn. Ter hoogte van Wassenaar. Dat betekent dat bij zo'n alarmering altijd direct allerlei posten en reddingsstations worden gealarmeerd. Dus de reddingsbrigade van Wassenaar is ingezet en de KNRM van Scheveningen en Katwijk zijn erbij geroepen. Samen met een helikopter van de kustwacht en die zijn gaan zoeken om te kijken of ze die jongen konden vinden. Ongeveer 3 uur lang is er gezocht door alle eenheden. Toen is er in overleg met de hulpdiensten en met de kustwacht besloten om het te beëindigen. En vanmorgen vroeg is de jongen aangetroffen in zee, ook ter hoogte van Wassenaar. En daar is hij geborgen en uiteindelijk aan land gebracht en overgedragen aan de politie. Ze waren met 3 jongens waren ze in zee. 2 daarvan die raakten in problemen en die werden geholpen door de derde, de 16-jarige jongen. Maar die kon zelf ook niet zwemmen, net als een van de 2 anderen. En die is bij zijn hulppoging ook onder water verdwenen. Dat ging heel snel, hebben we later gehoord. Dus hij is binnen een minuut is hij uit zicht verdwenen. En we vermoeden dat dat te maken heeft gehad met de golfslag en de stroming. Ja, het is heel tragisch. Het zijn inderdaad familieleden van elkaar. Ze waren op vakantie uit Duitsland in Nederland. En helaas is dit tragisch afgelopen. Dit is waarschijnlijk een voorbeeld, klassiek voorbeeld van hoe mensen die niet kunnen zwemmen in problemen raken in zee. De zee in Nederland is namelijk altijd gevaarlijk. Er is altijd stroming, er is altijd beweging en gisteren was er ook een vrij sterke golfslag. En als je niet kunt zwemmen en je gaat te diep in het water, dan duwt een golf je omver. Waardoor je onder water verdwijnt en in paniek raakt omdat je niet meer weet wat boven en onder is. In dit geval hebben we niet te maken met een mui, het was eigenlijk aan de strandkant. En ook daar hebben we nu te maken door de windrichting met een hele ongelijke bodem. Veel zwinkuilen zoals ze dat noemen, die ontstaan door stroming. Waardoor je het ene moment tot je heupen staat en het andere moment wel tot je kin. En het kan zijn dat dat een rol gespeeld heeft bij dit incident. Dus wij zeggen altijd, als je niet kunt zwemmen, ga absoluut niet dieper dan tot je knieën. En laat je niet verleiden, ook al kun je staan, om dieper te gaan.